Willem Meester, de houtsnijcursus van de historische vereniging. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, wij maken hier diverse dingen, uiteraard in hout, want anders is geen hout snijden. Ik probeer dat een beetje te begeleiden. Dus we gebruiken daarvoor bijvoorbeeld lindenhout en eikenhout. En uit dat hout, op dat hout, in dat hout, proberen we allerlei mooie dingen te maken. Kan je vanuit elk hout wat maken? Nee, beslis niet. Ik noemde net al lindenhout. Dat is bij een houtsoort bij uitstek geschikt om daarin hout te snijden. En eikenhout, dat is ook wel een hele goeie. En vanavond, in welk hout gaat er gesneden worden? Omdat dit eigenlijk officieel de laatste les is, hebben we een beetje een aparte opdracht. We gaan namelijk even laten zien hoe vroeger de klompen op een ouderwetse manier gemaakt worden. En dit klompen maak je uiteraard van populierhout. Uiteraard, zeg je? Uiteraard, populierhout en willighout, dat zijn eigenlijk de houtsoorten die het beste geschikt zijn om klompen te maken. Waarom dan? Dit, omdat dat een houtsoort is, die is betrekkelijk taai. En we moeten ook altijd vers hout hebben. En met vers hout kun je betrekkelijk makkelijk snijden. Het lijkt me een hele lastige opgave om een paar klompen te maken. Dat is zeer beslist, want tegenwoordig worden ze allemaal machinaal gemaakt. Dit is een klomp die machinaal gemaakt is en die ziet er perfect en die ziet er geweldig uit. Maar in de tijd dat we nog geen machines hadden, moesten die mensen dat hout gewoon helemaal met de hand bewerken. Ik heb daar een mooi boek liggen en dan kun je eigenlijk zien wat voor stappen die mensen moesten doen om zo'n klomp helemaal van een stuk boom, bijvoorbeeld zo'n stam, om hier, die stam die werd dan in moppen gezaagd en dan werden die dingen die werden gekloofd. Dan kregen we zo'n kwart van een stam en dan gingen we met de bijl, met een bijl, dit is echt die klompenmakersbijl, je kan zien dat dat voor een rechtshandige klompenmaker is. Die bijl die staat een beetje gedraaid op de steel en als je dan slaat dan kom je minder met hand tegen het hout aan. En de eerste bewerking van een klomp die gebeurt altijd met de klompenmakersbijl. Dit is ook een bijl die door een smid in Sint-Oederoden, het mekka van de klompenmakers, handmatig gemaakt is. Dus dit is ook een stukje vakwerk. Als we die van die blokken hadden, dan moesten die blokken gekloofd worden. En daarvoor gebruikten ze van die grote stalen keggen. Hè? We gaan dat eens even eentje voordoen. Met dat hout snijden, waar we nu dus, hoeveel weken zijn jullie al bezig? Nou, dit is geloof ik de zesde les en dan komen we gemiddeld eens per maand komen we een keer hier bij elkaar. En dan gaan de jongens, die gaan allemaal hout snijden en dan geef ik indien mogelijk de nodige aanwijzingen. Want dat heb je niet zomaar geleerd, denk ik. Nee, dat gaat vanzelf. Je moet je eigen stijl een beetje ontwikkelen. Hè? En dat geldt ook eigenlijk voor hun, maar ik heb het indruk dat ik dit jaar talentvolle leerlingen heb. Dus dat gaat echt voor worden. En wat ga je doen met die talentvolle leerlingen? Nou, ik hoop dat ze in dit vak, in deze mooie hobby verder gaan. En dat er nog vele stoven en mooie houtsnijwerkjes geproduceerd worden. In principe gaan we ieder jaar weer overnieuw beginnen. En er zijn ook een aantal mensen, onder andere Theo daar. Die is vorig jaar aan een stoof begonnen. En de stoof is nog niet helemaal af. En Theo die zegt, ik kom nog een keer terug. En we gaan verder met de stoof. Want je mag zelf kiezen wat je gaat maken. Het onderwerp bepalen ze zelf. Hè? Ik praat er echt zo vol passie over. Waar komt die liefde voor, voor het houtbewerken en voor het klompenmakersvak vandaan? Van huis uit ben ik altijd leraar timmeren geweest. Later leraar bouwkunde op de MTS. Maar mijn hart heeft altijd eigenlijk bij timmervak gelegen.
En nu ik bijna gepensioneerd ben, is de liefde voor timmervak uiteraard gebleven. En vandaar dat we nu de houtsnijcursus doen. En ook klompen zijn ook van hout. Dus een beetje liefde voor klompenmakersvak zit er ook nog wel in. Nou, eigenlijk een beetje liefde voor de historie, hè? Nou, even terugkomend op jou zelf. Want volgens mij zijn in de Noorderkerk ook een aantal dingen te vinden die... Ja, preekstoel gebeuren, maar dat heeft uiteraard weinig met klompen te maken. Dat is waar, maar je geeft deze cursus, die liefde, voor jou, daar probeer ik achter te komen. Van, wanneer kwam je daar voor, bij jezelf achter van, hé, ik heb hier best wel talent voor? Dat voel je, hè. Als je heel jong bent, dan, ik zag mijn vader al timmen en spijken aan knijnen hakken. En die deed ook al hout snijden, dus dan ga je automatisch op diezelfde voet voort.